van de Rijt, net met Sazou de Roelofsen, competitie winnend afgesloten hier in Mierlo. Wat voor gevoel geef je dat? Ja, ik ben super blij met dit resultaat. Ik heb er erg naartoe gewerkt en ben echt super blij dat het is gelukt. Hoe zwaar was het om deze competitie winnend te kunnen afsluiten? Het was een pittige proef en ik denk dat het was belangrijk dat je in het begin veel punten had gepakt. Zodat je op het einde iets zever de finale inging. En dat is denk ik goed gelukt. Gisteren liep het met jou en Sazou niet helemaal zo als je zou willen. Want je kwam met 6 strafpunten het parcours uit de openingswedstrijd van het Nederlands kampioenschap. Wat heb je vannacht gedaan om je zo te herpakken? Een goede nachtrust gehad? Of ook nog iets anders? Nou, ik was er nog wel erg kapot van gisteren. Want dat was gewoon niet goed gereden. Ik begon veel te flauw. Dus ik heb door mijn trainers, die hebben mij even goed aangepakt. En goed gefocust om vandaag top de ring in te gaan. En met een topresultaat naar huis te gaan. Wie zijn jouw trainers? Michael van der Vleuten en Henk van der Broek. Die hebben dan een dikke knuffel verdiend, alle twee. Ja, die waren erg blij. Dus goed dat ze mij zo branden voor een goed resultaat. Dus ik ben er super blij mee. Nu kan ik me voorstellen dat je de aspiraties verder gaan richting een Europees kampioenschap. Want een overwinning in de Roelofse Raalte-competitie is daarvoor toch een mooie aanzet. Ja, dat zeker. En ik hoop dat we deze vorm kunnen houden tot de hele zomer. En op de komende internationale concoursen zeker goede resultaten neer te zetten. En dan kunnen we zien wat er gaat gebeuren het komend seizoen. Dus ik ben erg benieuwd. We gaan. In ieder geval heel veel succes als winnares van de KNRS Roelofsen Raalte jeugdcompetitie voor junioren. Dankjewel en heel veel succes.